In mijn jeugd waren het misschien wel mijn favoriete dieren, de kikkers en salamanders. In deze aflevering kijken we naar de amfibieën. Dit is Ernst. Van kleins af aan al bezig met alles dat onder water leeft. Altijd in voor een frisse duik en altijd vol verhalen. Dat is Ernst. De wereld zit vol met duizenden soorten amfibieën. Er zijn drie groepen. De kikkers en padden, de salamanders en de wormsalamanders. Nou, die laatste groep die hebben we niet in Europa, maar van die eerste twee we hebben we allerlei fantastisch mooie soorten. Het zijn wonderlijke dieren. En hun naam zegt het al, want amfibie betekent dubbel leven. Dat verwijst naar hun levenswijze, zowel op het land als in het water. Als jong hebben ze kieuwen om te kunnen ademen onder water. En als volwassen dier hebben ze longen om te kunnen overleven op het land. En zowel jong als oud, die ademt ook via de huid. In het voorjaar is het een drukte van belang, want dan worden de eitjes in het water gelegd. Bijvoorbeeld in dit soort poelen. De kikkers die laten een grote klont kikkerdril achter. En de padden die zijn net wat subtieler. Die laten lange slierte eitjes achter. Salamanders die verstoppen hun eitjes. Ze vouwen ze stuk voor stuk tussen de bladeren van waterplanten. Dit soort plantjes bijvoorbeeld. Er zijn allerlei dieren die deze eitjes graag eten. Denk bijvoorbeeld aan vissen. Water met weinig rovers en veel beschutting is daarom heel belangrijk leefgebied. Al snel komen de jonkies uit het ei. De kikkervisjes in hele zwermen en de salamanderlarfjes die zitten meer op zichzelf. Ik vind er vast wel een paar hier tussen het riet. Goed scheppen. Zo, dat is een dikke. Daar hebben we nog meer. Hoppatee. Kikkervisjes hierin. Dan kunnen we ze goed bekijken. Die kikkervis, die eigenlijk eruit ziet als een kop met een staart, die moet in korte tijd gaan veranderen in een hele kikker of pad. Om dat voor elkaar te krijgen, moet hij enorm veel gaan eten. In eerste instantie vooral algen en planten, maar dan snel steeds meer dierlijk voedsel. De salamanderlarven, die er al meer uitzien als hun ouders, dat zijn echte rovertjes. Vervolgens krijgen de kikkervissen achterpootjes, dan voorpootjes en raken ze hun staart kwijt. En de salamanderlarven, die verliezen hun externe kieuwen. En dan zijn het echte padden, kikkers of salamanders. Om eens een paar van dichtbij te bekijken, ben ik hier in de Zuidpolder van Berkel en Roderijs. Dit gebied is onder de hoede van Natuurmonumenten. En ik ben hier met de boswachter, Maurice Kruk. Hoi Maurice. Hoi Ernst. Wat doen jullie hier zoal? Nou, we maken de weilanden veel bloemrijker, kruidenrijker eigenlijk. En tegelijkertijd een plek te bieden aan insecten, kleine zoogdieren. En ik zie ook heel veel kleine slootjes en zo. Dat is natuurlijk voor amfibieën heel fantastisch. Jazeker, we hebben zelfs nog extra sloten gegraven. En met natuurvriendelijke oevers. En allerlei schuilplekjes voor de amfibieën, zoals boomstammen waar ze onder kunnen kruipen. Hoopjes puin, dat soort dingen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga zo'n verkenning uit. Heel erg bedankt. Succes Ernst. Komt goed. Het is een gebied naar mijn hart en dit is precies wat we gaan zoeken, hè? De meest bekende kikkers, dat zijn de groene kikkers. Ja, hebben ze. Ik heb hem even in het aquarium gestopt en zo te zien is het een meerkikker. Nou, dat is moeilijk te zien, want er zijn drie soorten groene kikkers en die lijken ontzettend op elkaar. Je hebt de poelkikker, die leeft vooral in oostelijk Nederland. Dan heb je de meerkikker en die komt in onze regio voor. En de bastaardkikker. En dat is een kruising tussen de andere twee soorten en die komt eigenlijk voor in het hele land. De groene kikkers leven langs de waterkant en dat zijn ook ontzettend goede springers. Ook een heel algemene soort is de bruine kikker. Die komt ook veel op het land voor, bijvoorbeeld onze tuinen. En dan zoekt die plekken met veel schuilplekjes, zoals bijvoorbeeld hier. Deze soort is namelijk niet zo snel en wordt daarom makkelijk gepakt door reigers. Ook de gewone pad houdt ervan om zich goed te verstoppen. Bijvoorbeeld dit soort plekjes, nou, dat vind ik heerlijk. En hij is ook helemaal aangepast aan het leven op het land, want de gewone pad zit bijna nooit in het water. En dan heeft hij een ruwe en vrattige huid om niet uit te drogen. En de gewone pad die is een beetje giftig, zodat vissen hem niet graag eten. En daar heeft hij een sprongetje voor op de andere. Kleine watersalamanders leven in het voorjaar heel graag in dit soort kleine heldere slootjes. Met heel veel waterplanten. Laten we even kijken wat we allemaal zien. Nou, dit, tussen dit soort waterplanten, nou, dat vinden ze heerlijk. Laten we ook even het schepnet pakken. Oh, kijk hier. Kleine babysalamandertjes. Die gaan we even in het aquarium bekijken. We hebben nu allemaal kleintjes gevangen. En dat komt omdat de grote niet meer in het water zitten. Als deze namelijk groot zijn, dan leven ze vooral op het land. En dan zijn ze ook niet zo opvallend en hebben ze een ruwe huid. En in het voorjaar, dan leven ze weer een paar maandjes in het water. En dan zijn vooral de mannetjes heel mooi, met een grote kam en een mooie gekleurde buik. En elders in het land leven nog allerlei andere prachtige soorten. Zoals de kamsalamander, de boomkikker en de vroedmeesterpad. Als het dan weer vroeg in het voorjaar is, gaan velen weer op weg naar de plek waar ze hun eitjes willen leggen. Vooral bekend van de jaarlijks terugkerende nachtelijke paddentrek. Dat is best wel een kwetsbaar moment. Er worden er veel doodgereden als ze proberen om wegen over te steken. Maar daarom worden er wel her en der paddentunnels aangelegd. En er zijn ook veel mensen die helpen om ze over te zetten. Eenmaal in het water of al op de weg ernaartoe willen de mannetjes, kikkers en padden bij de vrouwtjes op de rug klimmen. Dat noemen ze de paargreep of amplexus. Om een partner te lokken wordt er flink gekwaakt.
En vooral de soorten met een kwaakblaas, die kunnen er echt wat van. Ja, moet je luisteren. Zo, die zijn flink aan het kwaken, man. De salamanders die doen het anders. Die hebben een balts, een soort paringsritueel. De mannetjes maken golvende bewegingen met hun staart en sturen hun geurstoffen naar het vrouwtje toe. En zo is de cyclus weer rond. Dan hebben die amfibieën toch echt een bijzonder levensverhaal. Dat was hem weer voor deze aflevering. De volgende keer gaan we kijken naar DNA-sporen in het water. Tot dan! Leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer afleveringen zien? Dat kan op mijn YouTube-kanaal, Ernst van de Waterwereld. En vergeet je dan vooral niet te abonneren.